bouw die gaat hierop. En dat wordt later een heel mooi nieuw doek. Oh, dat is slim bekeken. Maar als je dit allemaal in de gootsteen gooit, ja, dan ben je echt heel slecht bezig, denk ik. Hm. Ik vind het echt heel belangrijk dat je goed met de natuur omgaat. Ja. Je kan natuurlijk heel mooie natuurplaatjes gaan schilderen en dan vervolgens de natuur vernietigen. Dan ben je eigenlijk een beetje tegendraads bezig. Ja. Daar heb je veel fantasie? Ja. Daar moet ook haast wel. Leuke vraag, ja. Op de kleuterschool en op de lagere school zeiden ze te veel fantasie. Ja, wat is te veel? Kan toch nooit genoeg zijn? Dat is pas vanaf het moment dat je volwassen bent dat het niet meer te veel kan zijn. Als je kind bent, dan is het nog te veel. Dan zegt je omgeving van nou, iets minder fantaseren mag wel. En vanaf dat je naar de kunstacademie gaat of zo, dan kon je niet genoeg fantasie hebben. En ik vind het heerlijk. Van tevoren weet je ook al wat je gaat schilderen? Ik weet van tevoren wel een beetje. En heb ik wel ideeën of concepten of projecten waar ik dan aan wil werken. En binnen dat project doet het zich vanzelf voor. Dus dan begin ik met te schilderen. En soms dan wordt het uiteindelijk iets heel anders dan dat ik van plan was te maken. Het ziet er heel erg levendig en heel blij uit. Ik denk dat ik ook een heel blij persoon ben. Ik ben niet blijer. Nee, ik bedoel, iedereen maakt natuurlijk wel dingen mee die minder gelukkig zijn in het leven. Of die lastig of moeilijk zijn. Misschien wel in één stuk door, maar dat neemt niet weg dat ik altijd blijf kijken naar buiten. En hoe mooi het is en hoe gelukkig we eigenlijk zijn dat we hier kunnen zijn op aarde nu. En sowieso, ik heb wat dat betreft natuurlijk een heel bijzonder mooie tijd gehad in het leven. Dat ik als Nederlandse vrouw in mijn eentje door de wereld kon reizen. Ik denk dat generaties voor mij dat nooit hebben kunnen doen. Maar wel heftig deze. Nou, trouwens. Je bent niks. Ja, hè? Ja, precies. Het was een relatie-frustratie-schilderij. Ja, dat is een relatie. Wat mooi. Maar het is wel goed hoor, als je gefrustreerd bent om het dan zo uit te gooien. Ja, om dan heerlijk daarmee bezig te zijn en te schilderen en te zeggen, godverdorie, klootzak, dit en dat. Ik kan er goed van leven. Nee. Nee, het is op het ogenblik met de recessie heel moeilijk. Het is echt heel moeilijk. Het is sowieso ook moeilijk om voor mij als terugkomende Nederlander weer hier een positie te werven. Eigenlijk is iedereen al heeft al een plaatsje als kunstenaar. En ik kom nu als kunstenaar binnen, want ik heb al die jaren... Ja, maar als ik jouw werk zie, ik vind het echt topwerk hoor. En ik zie daar een soort van, wat is het? Een heks of vee of een persoon? Ja, het is inderdaad een soort van mengeling van menselijke figuren en bomen die in elkaar verstrengelen. Waarbij je niet meer ziet of het nou een mens is of een boom. Ja, eigenlijk zijn het bomen, dat is duidelijk. Dat moet eruit te zien zijn. Ik heb zelf erg veel plezier aan het maken van dit soort werken. Het is ook een... voor mij prettige samenwerking tussen wild en fijn schilderen. Wat ik allebei erg prettig vind. Ik vind die combinatie vind ik erg leuk om te doen. Ja. Kijk, en hier zou iemand zo overheen moeten liggen. Dan zou bijvoorbeeld, kijk. Bijvoorbeeld... Iemand er doorheen moeten zwemmen. Oh, ja. Of zo. Ja. Of er zo in zitten. Wauw. Dus ik stop ook overal allerlei kleine dingetjes erin. En verrassingen en spelingen van de verf en dergelijke. Ja. Waardoor mensen... heel lang kunnen blijven. Je schildert de binnen- en de buitenwereld, vind ik eigenlijk. Ja. Ja, dat kan je
zeggen, ja. Ja, dat vind ik echt heel duidelijk. En dat maakt het zo mooi, met je kleuren. Als je nou aan het schilderen bent, vergeet je dan alles om je heen? Of hoe kun je gewoon mobiel bellen? Of? Nee, vergeet alles. Vergeet te eten ook en zo. Vergeet alles helemaal. En denk je dan aan de schilderij of gewoon je gedachten leegmaken? Poep. Weet ik niet. Weet je? Soms ben ik gewoon eigenlijk ook alleen maar aan het muziek luisteren en dan gaat het automatisch. Je denkt alleen maar aan die gedachten. Ja, mooi is dat. Ja, dan ga ik gewoon helemaal bezig met het schilderen en dan ben ik gewoon helemaal niet meer bezig met het schilderij eigenlijk, maar het is net alsof het schilderij het zelf schildert. Ja. Dan ben ik alleen nog maar de hand die het penseel vasthoudt en dat is het. Ja. Blijf je altijd op zoek naar iets bepaald wat je dan weer doet in een volgend schilderij? Ik denk dat ik eigenlijk steeds weer op zoek ben naar het mooiste schilderij te schilderen wat ik ooit gemaakt heb.